Hey, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Zoals ik aangaf in mijn laatste review, is dat ik een video zou maken over de GeForce Experience. Ik ga jullie gewoon wat meer vertellen erover, wat je er allemaal mee kan. En laten we eens even bekijken wat deze tabbladen bijvoorbeeld allemaal betekenen. Ik ga jullie eerst wat meer vertellen over het eerste tabblad, games. Aan de linkerkant staan de games die op dit moment op jouw computer hebben staan. En stel dat je denkt, hey, ik heb het nieuws geïnstalleerd, maar het staat er niet tussen. Klik even deze button, gamelijst vernieuwen. En die zorgt ervoor dat al jouw games hier aan de linkerkant staan. Zoals je ziet, hij is nu bezig met vernieuwen, dus dan gaan we even wachten. En zodra dat klaar is, dan weet je van, oké, alle games die op mijn computer staan, staan nu hier aan de linkerkant. Wat erg mooi is aan de GeForce Experience, is dat je met één klik op de knop jouw game helemaal geoptimaliseerd kan hebben aan jouw hardware. Zoals je hier ziet, het zijn mijn huidige settings en dit zijn de settings die de GeForce Experience aangeeft wat heel goed zou zijn. Of zelfs het beste. Je klikt op deze knop, optimaliseren, en dan zegt hij, nou, gebruik van optimale settings is gelukt. Je kan ook terugzetten en natuurlijk kan je later in de game ook nog wat dingen aanpassen als je dat wilt. Hier links zie je nu ook staan, game is geoptimaliseerd, dus je bent klaar om te gaan. Dan zijn we aangekomen op het tweede tabblad, stuurprogramma's. Het is een heel erg belangrijk tabblad. Hier kan je namelijk zien of jouw drivers up-to-date zijn. Stel dat jij een nieuwe game hebt gekocht en die wil je gaan spelen. Kijk even hieronder, dan zou er een uitroepteken moeten staan bij de GeForce Experience. En dan weet jij van, oh, er is een nieuwe update beschikbaar. Die kan je dus downloaden, zodat de drivers up-to-date zijn voor jouw game. Zijn we aangekomen op het derde tabblad, mijn uitrusting. En zoals je hier kunt zien, dit is mijn huidige hardware. En hier zijn nog wat enkele andere tabbladen. Dit is een overzicht ervan. En zoals je kan zien, alles is gereed. Dus ik kan overal gebruik van maken. En eigenlijk is het gewoon om te zien of jij alle vereisten hebt om bijvoorbeeld optimalisatie van games aan te gaan. Of een game stream. Wat natuurlijk ook heel erg interessant is, is dit tabblad. Hier kan je namelijk jouw LED-verlichting aanpassen op jouw grafische kaart, of kaarten in mijn geval, en jouw SLI Bridge. Hier kan je bijvoorbeeld zien, nou, wil ik hem aan hebben, wil ik hem uit hebben, wil ik bijvoorbeeld de stijl veranderen, elektrisch of ademend, dat is net wat jij leuk vindt. En hier kan ik de snelheid bekijken, helderheid, noem maar op. En dan maak je er gewoon wat moois van, wat jij leuk vindt. Dan zijn we aangekomen op het vierde tabblad, de Shield. En helaas kan ik dit jullie niet laten zien, omdat ik geen Shield in mijn bezit heb. Maar het is wel een heel mooi iets dat je vanuit jouw computer, en eigenlijk elk apparaat dat een Nvidia Shield ondersteunt, jouw game kan streamen. Dus je kan bijvoorbeeld beneden lekker jouw game gaan spelen in plaats van op jouw PC. Dan zijn we aangekomen op het vijfde tabblad, voorkeuren. Hier kan je bijvoorbeeld jouw taal instellen of aanvinken dat je updates wilt ontvangen. We gaan naar het volgende stukje games. Dan kan je namelijk zien waar de GeForce Experience jouw games vandaan haalt als scan details. Zoals je ziet, nou, doet hij alle locaties. Dus dan weet ik zeker dat in het eerste tabblad al mijn games van heel mijn computer daarop staan. Dan gaan we naar het stukje share. Daar kan je alles instellen van waar wil je camera als je gaat livestreamen of opnemen. Meer later over. Maar dit is in ieder geval het stukje waar je dat allemaal kan instellen. Dus precies hoe jij het wil, naar jouw smaak. Zodat jij helemaal klaar bent om op te nemen of uit te zenden. En in dit laatste stukje, bij de Shield, kan je wat opties vinden voor jouw Nvidia Shield. Aan de rechterkant vind je een share knop. Als je daarop klikt, dan krijg je dit in jouw beeld. En wat ik je even zeker wil laten zien, is dit stukje. Hier kan je namelijk een uitnodiging verzenden naar een vriend of vriendin. Als jij een game aan het spelen bent. Bij de besturingselement voor gasten kan je aanklikken en dan kan je zeggen, nou, een vriend of vriendin ziet jou spelen, of diegene speelt als mij, of die speelt samen met mij. Hier een voorbeeld. Stel, ik ben een game aan het spelen en een van mijn vrienden wil eigenlijk dit spel ook spelen, maar ze hebben het niet. Dan kan ik dus met Alt Z in het programma komen van de GeForce Experience en kan ik op de streamer klikken en dan kan ik zeggen, nou ja, ik wil dat diegene speelt als mij. Nou, oké, klaar. En dan ga je daarheen en dan ga je de uitnodigings verzenden of kopiëren, net wat jij wilt. Op dit moment heb ik een uitnodiging gestuurd naar mijn eigen e-mail. Zodat ik Black Ops 3 op mijn laptop kan spelen waar ik de game niet geïnstalleerd heb. Zoals je ziet, daar is hij gewoon. En ik kan het gewoon zelf besturen, kan zelf schieten via mijn laptop. Op dat moment, als ik dat doe, dan beweegt het ook gewoon.
of waar de game geïnstalleerd is. Dus iemand neemt gewoon eigenlijk jouw computer een beetje over. Natuurlijk heb je meer opties, zoals de Instant Replay. Als je die aanzet, dan weet jij zeker dat wanneer jij een enorme singleplay maakt in een game, dat het is opgenomen en dat je hem terug kan vinden. Ook kan je met de GeForce Experience opnemen. Je kan hem starten, maar je kan natuurlijk ook wat dingetjes aanpassen naar jouw voorkeuren. En dan kom je op het laatste stukje uitzending. Als je daarop klikt, kan je natuurlijk starten, maar ook weer dingen aanpassen om te zien of je naar Twitch of naar YouTube wil streamen. Dat is natuurlijk aan jou. Dit was alweer mijn video over de NVIDIA GeForce Experience. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond en interessant. En stel nou dat jij nog niet die beta hebt. Hier beneden zet ik een link neer. Dan kan je hem even downloaden en het allemaal lekker zelf uittesten. Ik zie jullie wel weer de volgende keer. Doei doei!